Hey, yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie de allereerste facecam video hier op ShadowGames23. Dit is überhaupt de allereerste facecam in wat jaren of zo. De laatste keer dat ik een facecam video had gedaan was op Donner Movies. 3 jaar geleden of 2 jaar geleden, ik weet het niet zo goed meer, maar het was echt gewoon een hele tijd geleden met andere woorden. En ja, ik doe dit omdat ik de 1000 abonnees heb gehaald. Echt, het is echt wel super cool dat ik gewoon 1000 abonnees heb gehaald op YouTube. De 100 movies heb ik nu 3 jaar of zo. Daar heb ik nu wat 600 abonnees of zo. Shadow Games nu 1 jaar ongeveer. Vanaf juli was ik ermee begonnen vorig jaar. En toen had ik niet echt een goede start met Shadow Games. Ik had gewoon wat random video's. En ja, het was gewoon een beetje amateuristisch om fatsoenlijk even te zeggen. Dus ja, ik ben echt met Shadow Games 23 hardcore begonnen. Volgens mij nu 3 maanden geleden volgens mij. Ja, ik denk het na kerst. Maar ja, als de facecam er by the way trouwens niet uitziet, dan spijt me dat enorm. Ik kijk de verkeerde kanten op. Ik weet het. Echt gewoon, ik ben echt geen pro in facecam video's maken. Überhaupt ook geen vlogs. En ja, mijn haar zit echt over een centimeter. Echt, het zit gewoon niet. Maar in ieder geval dus, ja, ik probeer naar mezelf te kijken, maar ja. Maar goed, in ieder geval dus. Misschien is dit totaal niet wat jullie van mij hadden verwacht hoe ik eruit zou zien. Maar in ieder geval dus, ja, facecam, meuk. Ja, bam. Jee. Nee, maar er komen by the way heel veel nieuwe series aan. Trouwens wil ik even zeggen, Pixelmon komt vandaag trouwens, de eerste aflevering van online. Wat komt er nog meer op? Skyrim, ja, Skyrim. En wat, TF2 komt terug of zo, ik weet het niet, maar moet ik nog een beetje mee kijken met wat mensen en zo. Dus misschien komt TF2 wel terug, Team Fortress 2 by the way, staat dat voor. Maar in ieder geval dus, 1000 subs. What the fuck gewoon. Hoe is mij dat gelukt in godsnaam in zo'n korte tijd? Ik vind het gewoon best wel goed van mezelf dat ik dat heb gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel hulp gehad van Jordi, van Jelle, van Ivo, van ja, een hele hoop met andere mensen. Waar ik eigenlijk even niet de naam meer van weet. Joran natuurlijk, ook Joran afgeten. Nog wat andere lui en zo, ik weet allemaal niet. Tim. Wat nog meer? Jeroen was er ook in het begin of zo, maar dat is gewoon. Nee, maar ik zal even de. Ja, zo ziet het er beter uit volgens mij. Maar eens even kijken. Het zal niet zo'n hele lange video worden. Er komt binnenkort weer een nieuwe zondagvlog uit. Waarin ik mijn andere meuk laat zien. Kijk, dit is mijn mic. By the way, facecams. Voor video's. Het gaat niet door. Dat gaat gewoon niet lukken. Want het is heel simpel. Het kan niet. Want. Het werkt niet. Ik kreeg het niet aan de praat als ik Sony Vegas probeer te synken met de webcam footage. Opnemen is geen probleem, maar synken, dat bedoel ik dus dat ik niet bijvoorbeeld compleet andere mondbewegingen maak met de stem die je hoort van mij. En dat moet gezonken worden. Hetzelfde wat ik ooit met Audacity had. Het is ook gewoon compleet verneukt. Ik zal de webcam nog een klein beetje aanpassen, dan zien jullie mijn hele gezicht een beetje. Maar ik baal er dus wel van dat het niet lukt. Ik wil echt wel graag dat het lukt. Maar het lukt dus niet. En dat is best wel shit. Want nu kan ik in principe geen facecams meer doen. Totdat ik of XSplit of OBS in de gaten heb. En OBS. Ja, OBS. Yeah! Dat is een kutprogramma. En XSplit zelf. De hele computer gaat er van trippen. Dus ja, best wel kut. By the way, jullie zien wat hier ergens zo bovenin. Zien jullie een Winnie de Pooh. Jee, Winnie de Pooh. Nee, maar eens even kijken wat ik nog meer aan jullie vertellen. By the way, World of Tanks. Dat is wel even een klein topic wat ik wil bespreken met jullie. World of Tanks video's. Het lukt op dit moment niet echt. Want World of Tanks. Het is gewoon kut op dit moment. Er zijn allemaal van die. Ja, hoe noem je dat? Dagnoepjes noem ik het altijd. Normaal zijn dat de special events noobs. Die bijvoorbeeld altijd als de meer XP is. Of als je dit is. Special events, kerstmis, oud en nieuw. Dat soort meuk dus. Die horen normaal alleen maar tegen die periode aan te zijn, maar nu zijn ze er ook gewoon, ik snap het niet. Ik ga steeds dood, ik kan geen fatsoenlijke XP meer halen, het is ik haal amper 15 overwinningen per dag, snap je nou hoe kut het is? Dus ja, ik moet maar gaan kijken hoe ik het allemaal ga doen. Ik probeer wel de review van de VK36.01 haatkerk of zo. In ieder geval de opvolger van de Doelbroek maken. En de A43 of zo. Dat is de opvolger van de T34. Die nieuwe tank in ieder geval. Die voor die Frying Pan of Doom komt. Dus ja, maar in ieder geval dus. Daar probeer ik aan te werken. Maar ik wil ze eerst helemaal geleveld hebben. En de complete
OP-uitrusting erop te hebben, maar dat is dus een beetje kut en alles. By the way, kwaliteit van de webcam. Laat even achter in de comments below hoe de kwaliteit van mijn webcam is. Trouwens, ik kijk nu een beetje zeg maar, naar het plaatje op mijn bureauscherm, dus ik weet niet of ik nu een beetje naar beneden kijk voor jullie, maar het zal allemaal wel. In ieder geval, Pixelmon. Pixelmon wordt vanaf nu iedere dag geüpload totdat serie klaar is, denk ik. Of totdat ik er niet echt veel lol meer aan heb. En als we niet zo veel video's meer hebben. We hebben gisteren of zo voor een week aan Pixelmon opgenomen. Super OP. Echt super cool gewoon. Ik hoop ook dat jullie gewoon die serie kunnen gaan supporten gewoon. Het is Minecraft. Pokémon in Minecraft. Dat is gewoon OP. En het is met Jelle en Ivo. Dus dat wordt gewoon één grote durpbende. Het is echt prachtig. Het is echt. Ik heb nou alle Charizard of zo. En allemaal. Alle Pokémon's. En het is super cool. Wat heb ik eigenlijk nog meer te vertellen aan jullie? Dus de facecams ga ik proberen te regelen, want ik wil heel graag gewoon als op Minecraft facecams opnemen. Tenminste, laat achter in de comments, willen jullie meer facecams met deze kop van mij? Dus, World of Tanks dan dus. Dat heb ik al besproken. Zoetaiku Durps, hoe is al lang afgelopen, dus ik weet niet waarom ik nou over Zoetaiku begin. Ik weet het gewoon niet meer, ik ben gewoon schil. World of Warplay, nee, World of Warplay, dus daar heb ik heel veel klikken uit. De hoed is al, nee, maar World of Warplay, dat is eigenlijk hetzelfde als World of Tanks, alleen dan met het vliegtuig. Het is van Wargaming, dus hetzelfde. Binnenkort komt ook World of Warships uit. Die ga ik helemaal grijs spelen. Echt, die lijkt mij zo cool. By the way, ik neem nu ook op met een mic van mijn webcam. Dus als die ook gewoon kut klinkt. Ja. Kan ik niks aan doen. Wat nog meer eigenlijk? World of Warplays wil ik wat van gaan uploaden. Ik wil dus uiteindelijk wat World of Warships gaan doen als dat uitkomt. Het is nu niet eens een beta. World of Warplays is nou in beta, dus Team Fortress ga ik natuurlijk weer met Jelle en zo doen. Maar goed, ik ga het hier weer laat voor vandaag, denk ik. Ik heb jullie wel genoeg naar mijn kop laten kijken vandaag. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Abonneer, like, favorite, comment en subscribe. Als je dat nog niet hebt gedaan, ik ga nu voor de 1500. Ja, wel 1500 subs. Dat is mijn volgende doel. Giveaways. Ja. Sorry, het spijt me heel erg. Ik ben een beetje KWK, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb niet echt heel veel geld op dit moment. Ik ben een beetje blut nadat ik deze heb gekocht. Nee, maar. Tablet, nee, maar. Ik heb dus geen geld voor giveaways. Maar er is wel een hele grote giveaway die ik voor jullie wil doen. En dat is mijn Minecraft server. Mijn Minecraft server komt online aankomende zondag of vrijdag. Ik weet niet. Ik denk vrijdag of zo. Ga maar vanuit vrijdag aankomende komt de allereerste. Jawel. Server toe online van de Shadow World server. Hij heet Shadow World. Dus als jullie wat Shadow World met server met Minecraft horen, dan is het mijn server. Dus ja, Shadow World dus. Zo heet die server. Ik heb er een naam aan gegeven. Maar in ieder geval dus. Dan wordt het er iedere vrijdag dus. Want ik zit een beetje te twijfelen. Vrijdag, zondag. Zondag is ook wat een zondagvlog. Dus nou, in ieder geval. Ik ga het denk ik vrijdag doen. Hou gewoon YouTube in de gaten voor het komende weekend. Dus ja, je ziet waarschijnlijk wel die server toe verschijnen. Maar goed, dus in ieder geval. Ik ga dus die server toe doen. En daar mogen jullie je Minecraft naam inzetten. Niet gaan spammen. Gewoon één keer bloep inzetten. Want heb je veel meer kans om erin te komen bij mij. Want ik ga niet dus al die miljoenen comments heen lezen. Dat ga ik niet doen. Dus ja. Maar in ieder geval. Mijn server komt dus online en de hele meuk. Het spijt mij dat deze video met de audio kwaliteit is van mijn webcam. Maar mijn microfoon krijgt dus niet gezonken. En het werkt allemaal heel groot. Sorry. Dan de camera. Waar is dat poepding? Hier. Staat gewoon naast mij. Mijn camera. Oh, dat is dit ding trouwens. Maar is leeg. En om dat ding op te laden, dat ding, dat moet een nieuwe accu hebben of zo, ik weet niet. Dus, het is dit of niks. Oké, dus ik wil geen gedonder horen van slecht. Dat heb ik dus niet maken op dit moment. Maar goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik lul al veel langer nodig dat ik onderhand heb, ja, gepland. Maar laat gewoon wel achter de komst voor de kwaliteit, zeg maar de beeldkwaliteit van de webcam is. Audio kwaliteit, vergeet het maar even. Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Abonneer, like, favorite, comment en subscribe. Volg mij op Twitter, @shadowgames23. Daar zie je echt alle info over de video's en alles. Dus als je gewoon wil weten wanneer Ronald speelt Minecraft komt, dan krijg je heel veel comments. Wanneer komt Ronald speelt Minecraft? Kijk op mijn Twitter en volg mij. Als je een vraag hebt, stel het ook via Twitter. YouTube reageer ik amper op, want ik krijg niks meer binnen tegenwoordig. En YouTube is allemaal aan het buggen en alles. Dat is best wel raar eigenlijk. Maar in ieder geval dus, ga gewoon naar Twitter. @shadowgames23. Staat het link op mijn kanaal. Staat het link in de videobeschrijving.
Klik op die link, volg mij. Heb je geen account, maak er dan in. Het is echt belangrijk dat je mij erop volgt. Want kijk, Instagram, dat is wel leuk en alles, maar dat is niet echt noodzakelijk. Twitter is echt wel heel noodzakelijk. Want als je iets wil weten over video's, wil je wat weten over technische meuk, wil je wat weten over shadow games in het algemeen, dan moet je het via Twitter doen. Het heeft geen zin om duizenden zinnen lange personal messages via YouTube mee te sturen, dat lees ik amper. Dus ja, maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken en wel dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.